Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidssector. Deze week staat het thema transport centraal. De prestaties van de Nederlandse transportsector vallen zeer in de smaak bij het publiek. Maar we zijn er nog lang niet. De sector acht het een hoofdtaak om hier zoveel mogelijk aan te blijven werken. Zo zien we duurzame autolaadkranen. En gaan we zien hoe zendingen door heel Europa worden gestuurd met de meest moderne technieken. Maar eerst ga ik jullie laten zien welke mooie, duurzame vervoersoplossingen we hebben. CO2 is een belangrijk broeikasgas dat de globale opwarming van de aarde in de hand werkt. Steden krijgen door klimaatverandering steeds vaker te maken met natuurrampen als overstromingen en stormen. Binnen de transportsector zorgen innovatieve transportconcepten ervoor dat het transport zo duurzaam mogelijk verloopt. Daan Emons van de Emons Groep vertelt over deze innovatieve concepten. Duurzaamheid binnen de transportsector wordt steeds belangrijker. Wat we zien is dat opdrachtgevers steeds vaker vragen ook naar een duurzame oplossing. En daar spelen wij dan ook op in. Wat je dus steeds vaker ziet is dat met name die uitstoot van CO2 teruggedrongen moet worden. Nou, dat kan door techniek in motoren, maar dat kan ook door ontwikkeling in transportconcepten. Mooie voorbeelden daarvan zijn het lichtgewichtconcept van de wet, maar ook het twinconcept, een dubbeldektrailer. Een dubbeldektrailer houdt in dat je niet stapelbare pallets kunt vervoeren, maar dan ook dubbel kunt vervoeren. Dat gaat doordat er een tweede vloer in de trailer is gemaakt en dat er gebruik gemaakt wordt van asloze wielophanging. De lading staat hierdoor zo ongeveer 20 centimeter van de grond en we kunnen hierdoor zo'n 54 euro pallets meenemen, wat een significant groter aandeel is als 33 euro pallets in een standaard trailer. Het idee daarachter is eigenlijk altijd om zoveel mogelijk volume mee te krijgen over dezelfde kilometer die je toch al moet gaan rijden. Daar zie je al dat daar in de loop der jaren hele grote stappen gezet zijn. Deze trailers bestaan uit volledig aluminium, hebben een volledig aluminium chassis. Een chassis dat geconstrueerd en gemaakt wordt binnen onze eigen trailerfabriek. Het voordeel van het gebruik van aluminium is dat het natuurlijk een heel laag gewicht heeft en is ook aluminium 100% recyclebaar. Om te compenseren voor de stijgende kosten is er fors geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling met het doel de transportkosten te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen, evenals het verhogen van de efficiëntie in de logistieke keten door het ontwikkelen van nieuwe intelligente concepten. Het resultaat? Lagere logistieke kosten en een beter milieu. Als het gaat over de glasbinnenlader, hebben we ervoor gezorgd dat de glasbinnenlader significant lichter is geworden. Als je significant meer glas mee kunt nemen dan de standaard, tot wel zo'n 25-30% meer glas mee kunt nemen, dan heeft dat ook direct grote impact op de kostprijs van glas. Duurzaamheid zal steeds prominenter op de agenda komen te staan bij verladers, bij opdrachtgevers. En het is daarom ook belangrijk om daar volop in te zetten. Dat is ook wat wij doen. Om de negatieve invloed van voertuigen op het milieu en de gezondheid zoveel mogelijk te beperken, zijn er Europese normen ontwikkeld. De emissiestandaard wordt voortdurend strenger, want voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu uitstoten. Frank Kluitmans van KHC vertelt hoe de transportsector verduurzaamd kan worden. Het is mijn inziens heel belangrijk dat de transportsector verduurzaamd wordt. Omdat het is niet alleen het leven nu is belangrijk natuurlijk, maar ook het leven na mijn leven zeg maar is ook heel belangrijk. Nou wordt er nog heel weinig gekeken naar euronormen bij machines en dergelijke. En dat is bij de vrachtwagens is dat al veel verder natuurlijk. Maar bij machines loopt dat echt nog heel ver achter. Deze kraan is uitgerust met een Euro 5 motor. Daardoor is de emissieuitstoot van die motor natuurlijk tot nihil gedaald. En ik denk dat dat gewoon een hele goede stap in de goede richting is. In de steden mag je al niet meer inrijden zonder dat je een Euro 5 motor in de vrachtwagen hebt liggen. Voor machines is er nog eigenlijk heel weinig geregeld. Vandaar ook deze oplossing nou om daar toch wel een stap in de goede richting te zetten. Tijdens het ontwikkelen van een verrijdbare autolaadkraan is het belangrijk en van essentieel belang dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van de gebruikers. Dit om de kraan zo ergonomisch en milieubewust te kunnen bouwen.
Door dit te doen en gebruik te maken van Nederlandse ontwikkelaars en toeleveringsbedrijven kun je een product maken dat verzekerd is van kwaliteit en voldoet aan de Nederlandse maatstaven. Door de bouw en ontwikkeling van een verrijdbare autolaadkraan in Nederland te houden, zal de Nederlandse economie gestimuleerd worden. Naast duurzaamheid aan een kraan, of aan sowieso aan alle machines, vind ik ook de ergonomie en het gebruikersgemak van de machine vind ik ook heel belangrijk. Hoe zit een machinist op de kraan? Hoe bestuurt hij de kraan? Hoe kan hij daarmee overweg? Wat kan hij allemaal met de kraan? Wat zijn de voordelen eraan? De kraan hierachter is uitgerust met een draaikrans. Die kan helemaal ronddraaien, dus hij heeft geen stop meer achterin. Dus hij kan op alle manieren, op alle plaatsen, op alle millimeters kan hij lossen, zeg maar. Kranen als deze worden op heel veel vlakken ingezet. Zowel bouwmaterialen, transport, laden lossen van palletjes met stenen, van dakpannen. Maar ook het zetten van noodvangrail langs de snelweg. Het plaatsen van spanten in een constructie, het plaatsen van kozijnen, het plaatsen van glas. Dus heel veel gebieden waar zo'n kraan ingezet wordt. Euro 5 norm is natuurlijk voor heel veel mensen heel belangrijk. Daar wordt er heel streng op gecontroleerd. Als ik noem bij wijze van spreken Maasvlakte, mag je met euro 5 mag je zelfs al niet meer opkomen. Moet je al euro 6 motor in de vrachtwagen hebben liggen. Achter aan de machine wordt niet naar gekeken. Dus ik vind dat gewoon echt een belangrijk punt dat daar gewoon ook mee aan de gang gegaan wordt. Er zijn verschillende manieren waarop er binnen transport en warehousing meer aandacht kan worden besteed aan duurzaamheid. Denk daarbij aan de ontwikkeling van motoren die zo goed als CO2-neutraal zijn of nieuwe systemen waarmee de ruimte in een warehouse optimaal benut kan worden. Anne Bakker van Bakker Transport en Warehousing laat ons een aantal van deze duurzame ontwikkelingen zien. Een logistiek dienstverlener van levensmiddelen die heeft de taak om de goederen vanaf de leverancier, producent, te brengen naar de eindconsument. Dat gebeurt bij ons heel veel door middel van wegtransport. Ook wordt het via onze warehouses afgeleverd in 48 landen over de hele wereld, te land, te zee en door de lucht. Er zijn een hele berg richtlijnen waar wij aan moeten voldoen. Daar bedenken we aan de ISO, aan de HACCP. En verder hebben we er nog veel certificaten op voor de voedselwarenautoriteiten. Dit nieuwe warehouse is dus ultramodern en voldoet aan alle food grade eisen. Wij bouwen de panden geheel geïsoleerd. Eigenlijk energie-neutraal door de enorme isolatie die het heeft, witte daken erop. Wanneer het buiten 20 graden vriest, dan moet het hier nog minimaal plus 10 graden zijn. En als het buiten 30 graden warm is, dan wordt het hier nooit warmer dan 15 graden in deze hallen. Dus wij zitten in de sector keep it cool en dry. De dak is voorbereid om hier nog eenmaal 4000 vierkante meter zonnepanelen op te bouwen, zodat wij straks geheel energie-neutraal zijn. Het beste kun je omgaan met de ruimte van een warehouse zoals je hier achter mij ziet met een rijdend palletsysteem. Je kunt een keer zoveel product opslaan in dezelfde ruimte waardoor je een beladingsgraad krijgt van 90% ten opzichte van de kubieke meters. Er is een palletsysteem dat noemen wij het radio shuttle systeem. Daarbij beladen wij de stelling geheel aan de voorkant en de shuttle die zorgt ervoor dat de pallets in de stelling gereden worden en eventueel er weer uitgehaald worden. Het is in feite een robot. Je geeft hem één keer een opdracht met de afstandsbediening en hij haalt in één keer 33 pallets eruit af. Hij rijdt in één keer 33 pallets erin. Het voordeel van dit rijdende palletsysteem is dat je binnen 2 minuten bij elke locatie kunt. Dus je kunt alle soorten THT's door elkaar heen laden omdat elke pallet binnen 2 minuten bereikbaar is. Er zijn heel veel duurzame ontwikkelingen op het gebied van transport.
Het is met de trekkers op dit moment gaat alles naar de Euro 6. Er komen allemaal alternatieven op aardgas en nog andere soorten van aandrijving. Bij de koeling zien wij ook een hele verschuiving. De traditionele dieselmotoren gaan weg en daarvoor komt de Cryotech machine terug. De Cryotech wordt als brandstof voorzien van CO2, wat CO2 neutraal er weer uitkomt, een hele goede koelfaciliteiten geeft. En het geluidloos is, wat heel belangrijk is voor de binnenstedelijke distributie. Wij moeten met z'n allen als collega's zien dat wij zo duurzaam mogelijk willen worden. Dat de toekomst is, missie en visie op weg naar een schoon Nederland. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van Doe Maar Duurzaam. Zometeen zijn we terug en zien we andere diverse oplossingen die de transportsector verduurzamen. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Doe Maar Duurzaam. Zometeen ga ik jullie alles laten zien over het bergen van voertuigen. Ook hoe APK-systemen ontwikkeld worden en waarom die ook zo belangrijk zijn voor een voertuig. Maar eerst gaan we zien hoe op innovatieve wijze goederen worden vervoerd door bijvoorbeeld dubbeldektrailers. Het vervoeren van goederen gebeurt veelal door het verbranden van fossiele brandstoffen en zorgt voor een gigantische CO2- en fijnstofuitstoot. Er is een oplossing die het aantal ritten, kilometers en CO2-uitstoot reduceert en zowel de vervoerder als verlader bijdraagt aan de hedendaagse milieudoelstellingen. Ton Burgers en Paul van Dam van Burgers Carrosserie BV vertellen ons hier meer over. De gesloten carrosserie houden in dat de complete carrosserie gesloten is, dus geen schuifzeil, dus niet aan de zijkant open. Die kan je uit laten voeren in geïsoleerde panelen, in plywoodpanelen. Wordt gebruikt in transport voor groenten, fruit, bloemen en planten, retail, supermarkten. Dubbeldekken oplegger. Hebben we de oplegger verhoogd naar boven naar 4,2 meter, 4,3 meter. En beneden hebben we gebracht naar 20 centimeter vanaf de grond. Daardoor hebben we twee ruimtes gecreëerd. Door die twee ruimtes heb je 60% meer lading. Gesloten carrosserieën bouwen we op mallen. We beginnen met een wielkast, met een nek. Daar komt een vloer tussen. Dan komt een tussenvloer, twee wanden er tegenaan, een dak en een laadklep die hem afsluit. Het materiaal dat wordt gebouwd van plywood. Dat is maar 21 mm hout met twee lagen polyester aan de buitenkant van 3 mm. Of geïsoleerde paneel tussen de 45 en 60 mm. Gesloten carrosserieën kan je al het transport doen. Wat je gesloten doet, alles van temperaturen van min 25 tot plus 25. Laadruimtes kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. We kunnen kiezen voor twee open ruimtes waar gewoon rolcontainers zo in één keer in kunnen gereden worden. Door middel van een tussenwand op de bovenste verdieping kan er een vriesstraat van min 25 en min 19 gedaan worden. Onderin kan er eventueel nog droog of een deel koel. En je kan er ook voor kiezen om gewoon twee open ruimtes te hebben, tot je gewoon rolcontainers zo in één keer de hele ruimte kan benutten. Zeg maar. Bovenin gaan gewoon 53 rolcontainers, wat in een normale trailer ook past. En onderin staat het extraatje, zeg maar, en onderin passen er rond de 33. De tussenvloer die is van aluminium. Er is een keuze in aluminium 30 mm met versterkingsrug en 50 mm met versterkingsruggen. Eventueel is er nog een mogelijkheid om een geïsoleerde vloer te nemen. Geïsoleerd, dat houdt in tot er een schuimlaag tussen zit met versterkingsrug en een gietvloer eroverheen. Een gietvloer dat is weer duurzamer en vloeistofdicht. Dus als er dan vloeistoffen gereden worden en het lekt, loopt dat niet naar beneden toe, zeg maar, en is makkelijk schoon te houden. Het draagvermogen op de tweede vloer, dus de eerste verdieping, zeg maar, is 20 ton maximaal. En onderin kan gewoon geladen worden, bedoel je komt aan je maximum laadvermogen dan. Het is een hydraulische gedwongen besturing. Vanuit de koppelunit aan de voorzijde zitten twee stuurcilinders en achter bij het afstel zitten twee stuurcilinders waar alle vier de wielen aan gekoppeld zitten. Door middel van het moment dat ervoor gestuurd gaat worden, zullen de achterste wielen gelijk mee gaan draaien. Het is heel goed inzetbaar met de LZV, zeker als het de laatste voertuig is. En het is een gestuurde, is die heel goed over een rotonde heen te rijden. Bij een starras is de maximale breedte 1,62. Het voordeel daarvan is tot pallets geplaatst kunnen worden en rolcontainers naast elkaar geplaatst kunnen worden.
Deze trailers zijn heel geschikt om 's nachts gebruikt te worden. De vloeren kunnen piek uitgevoerd worden, zijn het momenteel niet. Dat is wat de klant wil. Geluidsafhankelijk zoomer zit erop, dat is een extra beveiliging. En is het omgevingsgeluid hard, zal de pieper harder zoomen. Is het stil, dus vooral 's nachts, dan zal het piepertje bijna niet afgaan. Laadklepmotor die zit in een geïsoleerde kast. Het luik kan eventueel dichtgedaan worden tijdens laden en lossen. Het enige geluid wat dan nog gemaakt wordt, dat is het rolcontainer en de chauffeur. Dat betekent dat het geluid onder de 60 decibel is en dus dan mag er 's nachts geladen en gelost worden. Duurzaam een dubbeldek oplegger is dat je 60% meer lading hebt. Hij is compleet aerodynamisch, dus zeer efficiënt. Als je verder denkt, je rijdt normaal met 3 trailers en 3 trekkers en 3 chauffeurs. Nu ga je terug naar 2 trekkers en 2 chauffeurs. Dus dat is een grote besparing. En dan op brandstofverbruik pak je ongeveer 3-4% doordat hij helemaal aerodynamisch is. Onderhoudskosten zijn in principe hetzelfde als bij een gewone trailer. Het kan zelfs minder. Je hebt in principe alleen maar de remmen. En voor de rest alle ventielen, alles zit achter gesloten luiken. Geen invloed van weersomstandigheden. In de toekomst in transport moeten we meer denken om het milieu. Dus we moeten efficiëntere voertuigen brengen. Dat moet je in samenwerking met klanten, medewerkers. Zodat we minder brandstofverbruik hebben, beter CO2-uitstoot. Dus hoe efficiënter alles gaat, hoe beter het voor het milieu en hoe duurzamer het allemaal is. Per jaar rijden vrachtwagens in Nederland gemiddeld 100.000 kilometer. Dat er dan af en toe een ongeluk gebeurt is bijna niet te voorkomen. Het is belangrijk dat er na een ongeluk zo snel mogelijk een bergingsbedrijf langskomt en het voertuig weghaalt om grote files of meer schade te voorkomen. Arno de Heus van bergingsbedrijf Johan van der Zand laat zien hoe het bergen van grote vrachtwagens in zijn werk gaat. Op het moment dat een alarmcentrale een melding ontvangt, en met de informatie die hij gekregen heeft, wordt een lokaal bergingsbedrijf ingeschakeld om met het juiste materiaal ter plaatse te gaan. Op het moment dat het allemaal geregeld is, zal ook direct vervangend vervoer worden ingezet om de schade en de kosten te beperken in de lading. Ook zal er iemand zich ontfermen over het lot van de chauffeur. Tevens zal na deze melding de schade worden aangemeld bij de verzekeringsmaatschappij en zal onze centrale de gehele financiële afwikkeling doen met de ingeschakelde berger en desnoods ook nog andere bedrijven. Nadat de financiële afwikkeling is gedaan, zal het voertuig worden ingepland en gebracht worden naar het schadeherstelbedrijf volgens opgave. De kraanarm heeft een hydraulisch systeem. De kraanarm wordt gekoppeld door middel van een systeem aan de voorzijde van de voertuigen, aan de sleepogen die daarvoor bedoeld zijn. Dit is om de voertuigen schadebeperkend te slepen en te bergen. Aan de voorzijde worden de voertuigen in een systeem opgetild, zodat de chauffeur veilig kan werken, niet meer onder de auto hoeft en zeer snel plaats ongeval kan verlaten. De voordelen om het systeem te gebruiken aan de voorzijde van de voertuigen is dat de gewichtsverdeling op je bergingsvoertuig optimaal is en wij geen asoverschrijding hebben op onze laatste achteras, zodat we volgens de wettelijke toegestaande gewichten mogen vervoeren. Het is belangrijk om snel te werk te gaan om de schade zo beperkt mogelijk te houden, vooral bij kostbare lading. Vaak is de waarde van de lading overschrijdend aan de schade aan het materiaal. Onder speciale lading wordt bij ons uitgeselecteerd in gevaarlijke stoffen, levende dieren en ook nog eens een keer vlees en erg kostbare lading. Zo dient ook een lokale berger op- en overslagcapaciteit te hebben om schadebeperkend op te treden. Bij kostbare lading is juist de leveringsvoorwaarden erg explosief. Dat houdt in dat het onder hele hoge kwaliteit moet worden aangeleverd en dat is zeker van belang bij een berging, zodat de lading alsnog kan worden afgeleverd. Tevens, als je een ongeval hebt met gevaarlijke stoffen en die lekt, moet je de juiste instanties op locatie aansturen om milieuschade te beperken. Ook dien je de juiste mensen op de juiste locaties en instanties te informeren over de gevaren die zich voor kunnen doen bij een dergelijke berging. Door snel te schakelen met een bergingsbedrijf kan deze de vervoerder, de opdrachtgever, totaal ontzorgen. Dit is duurzaam omdat er geen extra kosten worden gemaakt en geen extra kilometers worden gereden. Auto's laten keuren zal altijd nodig blijven, hoe nieuw of bijzonder het voertuig dan ook is.
Cornelis van Leeuwen van het bedrijf Van Leeuwen Test Systems BV ontwikkelt testsystemen voor auto's en is van mening dat een APK nog niet overbodig is en daarom nog steeds noodzakelijk is voor ieder voertuig. Robuustheid is op een gegeven moment de kwaliteit van het apparaat. En voor speciaal voor autokeuring en speciaal voor remmenbank, dat moet iets overbemeten zijn. En niet alles heel krapjes, want anders krijg je toch afwijkende resultaten. En kwaliteit, op een gegeven moment, de mensen die investeren, kunnen daar op een gegeven moment vele jaren mee vooruit. En dat geeft op een gegeven moment natuurlijk voldoening. Automatiseren is belangrijk om op een gegeven moment de keuring meer echt te maken. Dus op een gegeven moment niet dat er mee gesjoemeld kan worden. Kijk, we hebben geleerd dat er verschillende keurmeesters zijn die het niet zo nauw nemen. Men was op een gegeven moment de shortcut. Op een gegeven moment zeggen, keuren ze iets goed. Wat eigenlijk niet toelaatbaar is en dat eigenlijk niet meer terug op de weg mag. We leggen de beslissing van goed of fout liggen we bij de machine neer. In Azië zijn het ons al jarenlang vooruit. Daar heeft men grote capaciteit nodig, omdat men daar 100 auto's per dag moet keuren. Kijk, hier doet men op een gegeven moment in de garage misschien 2 auto's in een uurtijd. Daar doet men op een gegeven moment door de automatisering 20 tot 25 auto's. En op een betere manier, want het wordt helemaal door de computer wordt het berekend. En de pass-fail criteria wordt daar gehanteerd. Er zijn verschillende apparaten en software die keuringsinstanties gebruiken om de auto zo nauwkeurig mogelijk te testen. Voorbeelden hiervan zijn de remtestbanken, spoorplaat en suspensietester. Bij een volledig geautomatiseerde testlaan komt het voertuig binnen bij de testraad nadat hij bij een receptie aangemeld is en waar alle voertuiggegevens ingevoerd zijn of uit een overheidsdatabase binnengehaald zijn. Op het moment dat hij in de testraad komt, wordt het kenteken ingevoerd. Dan is het voor de inspecteur dus bekend wat voor testen er uitgevoerd moeten worden. En vervolgens kan de bereider, want dat hoeft niet eens de keurmeester te zijn, kan de bereider gewoon door de teststraad rijden. Op die manier kunnen dus per inspectie kunnen dus 3 à 4 auto's tegelijk getest worden in de testlaan. Duurzaam is gewoon dat de machine beschikbaar is wanneer ze gebruikt moeten worden. Dat kan je alleen maar creëren door op een gegeven moment kwaliteit in je product te leggen. Bijvoorbeeld de rollen die wij hebben, die hebben een speciale coating, wat in feite een chemisch proces is. Niet milieubelastend in die vorm. Maar als het helemaal gehard is, is het milieuvriendelijk. Als je dus op een gegeven moment producten maakt met een veel langere levensduur, heb je ook veel minder milieubelasting. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze aflevering Doe Maar Duurzaam. Volgende week zijn we terug met het thema bouw en ga ik jullie alles leren over duurzame stentbouw en het ontmantelen van drainagebuizen. Tot volgende week!